Hoi, ik ben Robin en welkom bij alweer de tweede video van Robin Small Talk. En ook vandaag hebben we weer een dubbele aflevering te bespreken van De Mol. De afgelopen twee afleveringen zijn natuurlijk Els en Lore afgevallen. En ja, eigenlijk verdacht ik ze allebei ook wel een beetje en zijn ze nu toch afgevallen. Had ik ook eigenlijk niet helemaal verwacht, maar goed, het zij zo. Ja, wat ik wel had verwacht natuurlijk is het bespreken van aflevering 3 en 4. En daar gaan we dan nu ook mee beginnen. En natuurlijk aflevering 3, opdracht 1. Dit is een verfrissende opdracht om mee te beginnen. Ze kunnen bij elkaar 4000 euro voor de pot binnenhalen. Maar dan moeten ze met de RAFs binnen 10 seconden van elkaar over de finish komen. Dit is natuurlijk een hele mooie opdracht om te mollen. En daar is mij het volgende opgevallen. Bart heeft de meeste ervaring met raften, wat natuurlijk ook gewoon duidelijk is. Eenmaal met een flinke voorsprong zijn ze dan ook aangekomen bij de eerste opdracht. Bart gaat vrijwel direct voor het kapotschieten van de vaas, wat eerst in instantie mislukt en hij de 100 euro raakt. Om vervolgens de vaas met het nadeel voor het andere team kapot te schieten. Dit was echt een hele goede actie en ze hebben daarom maar ook 100 euro in de eerste opdracht. Ja, en bij de tweede opdracht valt ook weer geld te verdienen en zijn er ook weer twee stenen met een raft nadeel. Deze keer is het verder varen zonder stuurman. Het blauwe team is echt net te laat met het plaatsen van de stenen, waardoor het rode team met 1400 euro in opdracht 2 verder kan. Hier zijn natuurlijk Jolien en Alina verdacht omdat ze het nadeel wilden gebruiken. Maar het is ook slimmer als mol zijnde om het geld in te zetten om vervolgens met meer dan 10 seconden verschil over de finish te komen. Dit zou dan inhouden dat Lore en Doreen hier meer verdacht zijn. Maar zelfs dat lukte ze niet. En hebben ze dus 1500 euro in de pot gespeeld. Aan het einde van de raftopdracht kreeg het rode team de onbewerkte video's te zien bij de bekendmaking dat ze mee mochten doen aan de mol. Dit was ook wel interessant om te zien. En ik ben er ook niet helemaal uit wie ik daar als verdachte uit ga halen. Dus ik laat het nog voor nu heel even open. En dan is het alweer tijd voor opdracht 2. Ze gaan in twee teams gaan ze de opdracht uitvoeren. Eén daarvan gaat de gezichten van de kandidaten beeldhouden met feta-kaas. Of met feta-kaas, ik weet niet of ze niet hoe het uitspreekt. En het andere team gaat voor Argillo spelen. Hier heeft Jolien toch wel een enigszins opmerkelijk moment. Hoeveel vraagtekens zijn er? Drie. Drie? Ik kan het niet zien. Nadat de vraag is gesteld, geeft Jolien echt direct antwoord. En vult ze het snel aan om het te verhullen. Dit zou wel een goede hint zijn als mol richting Jolien. Want de mol heeft natuurlijk voorkennis van alle opdrachten die er gaan komen. En ook is ze extra in het voordeel omdat ze geschiedenis heeft gestudeerd. Maar Bart die denkt ook veel van geschiedenis te weten. En zegt dat de schaar de nieuwste tijd is. En ook gelijk dat hij niets kan vinden op de plek waar hij aan het graven is. Zeg, heb je dat al voor gehad dat er niks ligt? Nee. Voorzichtig, hè? Ja. En later in de opdracht werd bekend dat de schaar van het vroegste tijdperk was. Dus dat is ook wel verdacht richting Bart. In ieder geval hebben ze voor de opgravingen geen geld verdiend. En voor de beeldhouwwerken hebben ze 2000 euro verdiend. Het gaat in ieder geval voor de winnende kandidaat de goede kant op natuurlijk. En dan zijn we alweer aangekomen bij de derde en laatste opdracht van aflevering 3. De mythische wezens compleet maken waarmee ze uiteindelijk geld kunnen verdienen. Els en Doreen duiken de boeken in om de wezens te beschrijven en de rest gaat met gevaar voor hun eigen leven de puzzelstukjes zoeken die de mythische wezen compleet maken. Selim gaat als eerste het bos betreden op zoek naar de puzzelstukken, maar zijn hartslag is letterlijk en figuurlijk alarmerend voor de Minotaurus, wat ervoor zorgt dat ruim 400 hartslagen verloren gaan. Ben je terug aan het komen? Oké, maar dan zijn we wel al uw hartslagen kwijt. Maar is hij aan de puzzelstuk? Nee. Selim had nog 400 slagen over, maar ook die zijn ze kwijt. Dit zorgt ervoor dat hij zichzelf verdacht heeft gemaakt, maar hij is niet de enige die zich verdacht heeft gemaakt. Ook Jolien doet hier aan mee, omdat zij constant de hartslagen doorgeeft, wat natuurlijk ook niet rustgevend is. Want je gaat er dan steeds meer op letten, waardoor je hartslag hoger wordt. Je hartslag zit nu op 118, 119, dus even rustig, 120. Boomlevenstilstand had nog meer hartslagen genoeg. Perfect. En natuurlijk, Christian die vindt dat zijn ene hartslag geen betekenis heeft en keert weer terug. Ze zijn dus eigenlijk helemaal niets opgeschoten. Ze wilden hem opofferen zodat Alina en Bart de namen van de wezens en bijbehorende lichaamsdelen mee konden nemen. Ja, waarom? Heb je dat beest gezien? Nee. Maar wat gaat dan toch terug? Maar ik heb toch maar één hartslag, hè. Het is niet dat er een inzet is, hè. Ja, maar dat maakt toch niet uit?
En ik snap zijn frustratie ook wel, maar dit was voordat hij de opdracht inging al besproken. En ineens dacht hij ook dat er wat anders was gezegd. In ieder geval hebben ze aan het einde van de opdracht toch wel het geld opgehaald. Dus daar zijn ze wel mee opgeschoten. Als ze het dan toch over opgeschoten hebben, gaan we gelijk door naar aflevering 4. De eerste opdracht van aflevering 4 begint bijzonder. Er moeten twee volksvertegenwoordigers gekozen worden die mensen gaan toewijzen aan de opdrachten. Dit zijn Doreen en Selim geworden. Gedurende deze opdracht zijn er twee groepen. De muzikale groep die de muzikale route moet afleggen. En een golfgroep die met behulp van golven op de eindbestemming moet aankomen. Ze hebben hier 2 uur de tijd voor en tijdens deze 2 uur zijn mij de volgende dingen opgevallen. Het is voornamelijk de eerste slag van Doreen. Ze zei dat ze een stapje naar achter deed, maar sloeg gewoon richting de bal. Nog niets doen, hè, want anders... Wacht, en nu? Moet je... Sorry. Dat is de eerste slag? Vervolgens de vraag die Alina en Christian beantwoorden. Ik weet niet hoe lang ze al met de opdracht bezig waren. Maar zo snel beslissen zonder dat je het zeker weet, is toch wel behoorlijk opvallend. Wat staat er? Wat is de naam van dit muziekinstrument? Balalaika, bouzouki of mandolina? Ik vind die balalaika klinkt gewoon zo Russisch, maar dat kan het wel zijn. We gaan snel beslissen, we zijn ook tijd aan het verliezen. Ja, inderdaad. Nu, balalaika. Inderdaad. Ah. Ja, oké, is goed. Oké, planneke. Ze hebben in ieder geval deze opdracht toch wel tot een goed einde gebracht en ze hebben hiermee €4750 verdiend. Dan in opdracht 2 konden ze veel geld verdienen door middel van het aantal calorieën te verbranden wat Doreen en Bart hadden gegeten en gedronken. De eerste drank met een fout in de ingrediënten was Chipuro. Hier heeft Doreen naar gekeken, maar dit zei ze op het einde. Maar het hoofdgerecht klopt niet. Allee jong. Jullie hebben Chipuro geserveerd gekregen met kappertjes. Kappertjes horen daar eigenlijk niet in thuis. Dat zijn kappertjes hè? En eigenlijk is het ook wel heel verdacht en wellicht een te opvallende molactie. En natuurlijk het moment dat ze de telefoon niet over horen gaan en ook niet voelden. Wie hult dit? Gert, mijn telefoon aan. Oh fuck, die zijn al keilang aan het bellen. Oh nee! Bart heeft het wel gehoord, maar besluit niet op onderzoek uit te gaan. En Doreen doet ook alsof ze het niet heeft gehoord, maar uiteindelijk besluit ze toch de telefoon te pakken. Helaas, voor haar als mol heeft ze pech, want ze hebben meer calorieën verbrand dan wat ze opgegeten hebben. En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht van deze aflevering. Weer een hele bijzondere opdracht waar Selim en Doreen moeten uitvinden wie niet uit het vliegtuig is gesprongen. Het is wel lastig om hier uit te vinden wie hier heeft kunnen mollen, maar desalniettemin toch een aantal opmerkelijke momenten. Allereerst Bart die de vraag terugstelde waar ze voor hadden gekozen. Voor geld in de pot. Ja? Ja, verdubbelaar. Waarom? Omdat we nu goed bezig zijn. We hebben eigenlijk al 3 dagen tijd en veel geld in de pot. Hier blijkt wel dat Selim slecht kan liegen en Bart had het eigenlijk heel snel door. Dat is het voordeel van een advocaat zijn. Dan let je natuurlijk op dat soort dingen en probeer je de beste deal uit de situatie te slepen. Wat hij hier ook uiteraard doet met 2 pasvragen. En Alina laat zich wel vleiden, maar gaat niet op het aanbod in. Ja, wat is dat voor? Als wij juist zitten, dan krijg je er 3. Als we een deal maken, dan... Allee, als je de hand dan is het over. Iedereen heeft gesprongen. Oké. Jolien weigert om een antwoord te geven en dit kan 2 dingen betekenen. Of ze gaat ervan uit dat niemand in de groep praat, of ze is de mol. Want de mol wil natuurlijk geld uit de pot houden. Ik hoop voor het geld. Ja. Ja, het is dan... Daar is er geen geld als we geen antwoord krijgen. Dan wordt het niet verdubbeld, hè? Wie is er niet gesprongen? Dan moeten we op iemand anders, hè? Oké, zie. Dat is goed. En Christian is zo onhandig om een naam te geven en er niets tegenover te zetten. Dus Christian kunnen we eigenlijk ook wel afstrepen als mol, want die wil sowieso niet dat het bedrag verdubbeld wordt. Bart die slaat er, zoals ik net zei, een slaatje uit, omdat hij weet dat er voor de pasvraag is gekozen en daardoor ook niets in de pot komt. En dan is het alweer tijd voor de executie en afsluiting van deze video. Dit was voor aflevering 4, vind ik in ieder geval, een speciale executie. 3 mensen die pasvragen hadden, waardoor de kans een heel stuk kleiner was dat ze af zouden vallen. En dat heeft ze in ieder geval voor deze week heeft ze dat gered. Ja, dan toch door naar de verdenkingen. 2 mensen die nu de pasvragen hebben gebruikt, dat zijn Doreen en Bart, verdenk ik wat meer.
en Christian als heksluiter van wie ik verdenk of meer ben gaan verdenken. Dat is ten opzichte van vorige week niet heel veel verschil, behalve dat Els in aflevering 3 is afgevallen en Christian hiervoor in de plaats is gekomen. Waar ik vorige week ook nog zei dat na aflevering 3 en nu dus ook 4 hoopte dat we wat meer concreet hebben, blijf ik toch nog soort voorzichtig totdat een van mijn hoofdverdachten, dat zijn dus Doreen en Bart, afvallen. In ieder geval bedankt voor het kijken. Ja, wil je meer van deze video's zien, vergeet dan niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe De Mol Hints en Theorieën video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu later.